Hey Arnold, je hebt me al eens eerder verteld over het gebruik van API's voor bedrijfsinformatie. Nu hoor ik dat steeds meer finance managers API's gebruiken voor data-integratie bij creditmanagement. Hoe zit dat? Ja, API's worden steeds meer gebruikt voor creditmanagement. Immers, accurate en real-time data is cruciaal als het gaat om het accepteren van klanten. Maar ook voor een goed debiteurenbeheer. Daarom is het handig om accurate data over de kredietwaardigheid en betaalgedrag te integreren in de systemen die je dagelijks gebruikt. Snap ik. Maar dit zijn nog wat algemenere termen. Kun je mij anders een paar specifiekere voorbeelden geven van de voordelen voor de finance manager? Dat kan ik zeker. Bijvoorbeeld up-to-date kredietinformatie bij het accepteren van een klant door finance. Je wilt de meest actuele en foutloze data van je klanten en leveranciers in de systemen die je dagelijks gebruikt. Zo kan je een klant binnen een honderdste van een seconde accepteren. Of dit nu in je webomgeving is, of in Exact, SAP of in een ander boekhoudprogramma. Risicocategorieën vaststellen. Je kunt je klanten indelen in risicocategorieën. Zo kun je automatisch betaalcondities aanpassen naar gelang het risicoprofiel van je klant. Maar een verkoper of een accountmanager kan zo ook eenvoudig en snel de juiste data inzien in het systeem dat hij gebruikt. Bijvoorbeeld in Salesforce, Microsoft Dynamics of welk ander CRM-pakket dan ook. En kan ik erop vertrouwen dat het accurate data is? Zeker. Omdat de data continu real-time wordt aangepast in je eigen systeem, is deze veel accurater. Er is namelijk een continue verbinding tussen de onderlinge computers. Zo heb je altijd de juiste data en hoef je deze niet meer handmatig aan te passen of bij te houden. De automatisering vindt plaats via de API, zonder dat je zelf dit hoeft te bouwen. Samenvattend kun je zeggen dat het bijhouden van correcte klantgegevens en de processen rondom inrichting van debiteurenbeheer een stuk eenvoudiger wordt. Alle data met betrekking tot de algemene bedrijfsinformatie, de kredietwaardigheid, betalingsgedrag en de kredietlimiet vind je in het finance-programma dat je al gebruikt. Je zou bijna kunnen zeggen, makkelijker kunnen we het niet maken.